Hallo! En welkom bij Dynamite Magic Shop Product Update nummer 55. 55. Allemaal nog de beste wensen, want het is nog net een weekje pas in het nieuwe jaar. Als je deze video bekijkt. We hebben niet veel super verse nieuwe dingen. Want met kerst en oud en nieuw komen niet heel veel nieuwe dingen binnen. Dus we hebben even ook wat oude dingetjes gepakt. Toch? Want we hebben elke keer rond begin januari maken we de balans op hier. Wat er ook aan spullen allemaal ligt, inventaris en zo. En dan zien we, Dat is wel een leuk dingetje om te laten zien. Ja, dat is een leuk dingetje. Daar heb ik niet aan gedacht om dat te laten zien. Want dan pak je alle producten nog een keer vast namelijk. En ja, dit is er bijvoorbeeld eentje. Wat hebben we hier? We hebben drie muntjes. Ik zal even neerleggen. Drie muntjes. Zo. Drie euro's zijn dat trouwens. En we hebben drie kaarten. Nou, wat zou je kunnen doen? Je zou kunnen zeggen, ik pak een van die kaarten. Leg ik over het middelste muntje. En dan zie ik dat ik het wat dichter bij elkaar heb gelegd. Dat is niet zo heel erg. Schrijven we deze even heel eerlijk een stukje naar voren. Zo. Doe dat even helemaal eerlijk. Zo. Deze op een stukje naar achteren. Elke munt bedekken we met een kaart. Dat is het idee. En als je nou je vingers knipt, gebeurt er iets vreemds. Want dan verdwijnen namelijk die munten en komen bij elkaar onder één kaart. Dat is op zich bijzonder te noemen. Zie. Ik ga het twee keer zien. En dan verdwijnt ook deze munt. Zie. Om vervolgens eindelijk te komen bij deze munt. Nou, zo kun je alle drie de munten dus bij elkaar laten komen. Je ontvangt dit helemaal compleet. Dit dingetje heet Coinflux Euro. Kost 35 euro. Ja, van Wayne Dobson. En even voor de duidelijkheid, de munten zitten erbij. Dus eigenlijk kost dit ook jouw, zeg ik dat goed, 32 euro. Ja, er zitten gewoon drie munten van een euro bij. Of 50 cent, dat weet ik niet wat het is. Nou. Ja, euro's zijn het. Oké. Okay. Ja, super truc. We verkopen hem al jaren. En volgens mij hadden we hem nog niet eerder laten zien in een update. Maar super makkelijk. Ik heb niet meer gedaan als wat je net hier zag. Het is zelfwerkend. Je legt het neer, je legt de kaarten erop en de rest gaat vanzelf. Ja, echt waar? Ja, echt waar. Ja, Coinflux Euro, 35 euro. Fantastisch dingetje. Mijn stem is trouwens hier helemaal geweldig. Ik ben een beetje verkouden. Dus dan weet je dat het niet aan jouw computer ligt, maar aan je speakers. Maar aan mijn stem. Oh, dan valt hier. Oh, jij bent er van als het eronder gooien? Ja. Oké. Okay. Heb jij nog iets idee om? Of, Ja, ik heb de oliebollen heb ik al opgegeten erin staan. Oh. Ik heb hier een Rubik's Cube. Dat is een kubus inderdaad, klopt. Dat is wel een beetje oefenen om dat ding op te lossen natuurlijk. Ja, maar je had hem al opgelost van tevoren, dus dat scheelt er weer. Dan hoef je het niet alsnog op. Oh, je gaat het nu weer door elkaar draaien. Ja. Oh. Hij zit helemaal door elkaar, wil je checken? Ja, ja. Okay. 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 Maar het mooiste is die kubus, die kun je dus in de zak doen. Dan wil ik heel vragen om die zak eventjes, als het goed is, vast te houden. Hier? En dan knap maar in je vingers. En dan is die opgelost. Ja! En dat is cube 3. Oké, dit is cube 3. Dus één van de routines. Eén van de 5, 6, denk ik zoiets. Die loopt cube 3. Dit is een normale kubus, dit is niet de cube 3 kubus. Nee. De cube 3 kubus, ja, trek even de pakking open, dan kunnen mensen het zien. Ik kan de beveiliging eraf halen. Zo. Ja. Kun je ook zien deze dat is een super speed cube. Deze is onze eigen kubus die we hier toevallig hadden liggen. Maar bij cube 3 krijg je een echte super goede speed cube. Je leert allerlei gave en visuele manieren om kubussen op te lossen en noem maar op. Nog eentje laten zien snel? Voor mij mag je nog eentje laten zien, ja. Deze vind ik ook wel mooi, kubus gemixt. Hartstikke door elkaar, ja. Dan had je de voorkant zin, die gooide hem in je lucht. En dan is die ook helemaal opgelost. Dit is dus een normale kubus. En normaal, ik doe nu dit, dan denk ik, ja, het is geen normale. Het enige verschil is dat deze echt heel soepel is in vergelijking met bijvoorbeeld een Rubik's kubus. Ja. Deze kan dat ook wel, maar dit is een, ja. En door de soepelheid kun je gewoon veel makkelijker alles uitvoeren. Ja, die ging net ook een beetje stroeven. Ja, maar het ging toch deze werden prima. Bij cube 3 krijg je complete video-instructies bij. Online instructie. Er wordt ook uitgelegd hoe je kubus moet oplossen. Ja, de normale manier van oplossen, wat de logica daarvan is. En als je nog meer met kubussen wil, is dat nog een idee? Hiermee of met cube? Als je nog meer, als je zegt, ik vind cube 3 leuk, maar ik wil nog meer met kubussen doen. Cube FX vind ik ook een mooi effect. Cube FX is een DVD, hè? Ja, en Rubicon. Rubicon, die krijgen we in de kof, vind je Gregory Wilson. En ja, de Cube FX hebben we ook. Die zouden we niet eigenlijk niet bespreken, omdat we dat ook een tijdje geleden hebben. Enchanted Cube, of weet je? Die hebben we ook. Enchanted Cube, die hebben we vaker gedaan. Dat is de kubus die de lucht in gooit. Van de Japaner. Ja, Rubik's Nightmare hebben we nog. Dus we hebben alles apart staan in de categorie Close-Up.
trucks heb je een categorie kubus of Rubik's kubus. Zijn alle trucks met kubus in. En als je nog meer vragen hebt, bel even, mail even of wat dan ook, want ik weet... Ja, mijn buurman hier is er zeer kundig in. Hij heeft er al veel tijd in gestoken om dat allemaal te leren. Cube 3 kost €42,50, compleet met video instructies dus online en Super Speed Cube. En de andere dingen moet je op de site kijken, Cube FX was misschien €99, €95. Ja, en die andere dingen staan ook allemaal op de site. Nou, mijn side updates, ga even wat lezen. Ben je erg? Nee, dat is niet, hè? Ik vind warm ben hier. Oh, sorry. Ik had niet in de gaten waar we weer aan het opnemen waren. Dit is een vuurboek. De automatische versie van het vuurboek. Ik weet niet of je als vuurboek gezien hebt. Nou, sommige vuurboeken die hebben vuursteentjes. Niks mis mee, die hebben wij ook nog. Moeten we dit laten zien hoe dit werkt? Nee. Nee. Nee, laat het niet zien. Maar het is een elektronische ontsteking. Dus het super deluxe vuurboek. Vuurboek elektronisch. Het enige wat ik wel laat zien is dit. Het knopje hier aan de onderkant. En met dat knopje, daarmee, kun je in principe met je ringvinger of je wijsvinger, wat dan ook, kun je ontsteken. En dan krijg je dus eigenlijk dit. Oh, dan komt dat ik een ongeluk dicht liet vallen. Heb je een vlam. Nou, waar we een tijdje geleden prepareren. Dus je ziet dat de benzine ook vervliegt en verbrandt. Kost €90. Is professionele versie. Compleet met instructie. CD-rommetje wat erbij zit. Hoe het werkt. Heel eenvoudig. Je gebruikt alleen aansteker benzine en een 9 volt batterij. En dan kun jij ook dit boek in brand laten vliegen. Oh, dit boek dan, hè? Dit boek. Dan heb je ook nog boeken. En dat zou je daar ook mee kunnen doen. Met een beetje wasbenzine eroverheen. Ja, maar dan staan ze echt in de fik. Hey, maar nu toch, ik was met vuur bezig. Wat we al jaren verkopen, en veel ook, is dit. Onze eigen Remote Flash Ignition. Wat is de Remote Flash Ignition? Nou, toevallig gisteren kreeg ik ook weer de vraag, hebben jullie flashpotten? Nou, flashpotten hebben we niet meer. We zijn er wel mee bezig. En een flashpot is een bakje waaruit je een vlam, een rookwoord of wat dan ook kunt laten komen. Nou, wat wij wel hebben zijn onze Flash Ignitions. En wat doet dat? Zal ik even vertellen. Ik zal niet gaan doen, maar wel even vertellen wat het is. Je hebt een kastje. Ja, en hier hebben we een ontsteking. Ik heb hier los liggen. En daarin zit een kopje van met springstof. Nou, dat klinkt heel gevaarlijk. Nou, je moet ook niet. Het is ook wel vuur. Nou, dit dingetje zit eromheen. Op een hulseltje kun je eromheen houden. Dan geef je een beetje richting aan. Want zo springt het kopje in de breedte. En als je dit eromheen hebt, springt het naar voren. Hier komt dus een flink vlammetje uit. Heel kort zo. Hoe? Ja, precies zoals ik net zei. Eigenlijk. Ik kan het ook eigenlijk laten zien, hè? Ja, dan moet ik even batterij. Ik kan het niet met 9 volt, maar ik haal de 9 volt batterij even uit het vuurboek. Misschien moet ik kunnen. Nou, laten we even zien, want dit kastje gebruikt onze ontstekingen, onze flash ontstekingen. En die flash ontsteking, dit is er eentje. Ik ontbloot even de twee draadjes aan de onderkant. Zeker bij dat ze geen kortsluiting maken, dus trek ze even uit elkaar. Dus hebben we hier twee polen. En dan bedoel ik mee de polen van de kabel, niet de mensen uit Polen. Oh ja, die kant heeft vast. Zo, gewoon niet loslaten. Moet ik hem naar boven richten? Ja, dan kan ik het beter op een mekkie. Normaal doe je sluit je het netjes aan met een kabeltje en zometeen aan de flash ignition. Maar dit is in principe wat dat doet. Zie? Nou, zou je hier flesje wat erop hebben zitten, flespapier, ander spul, dan ontbrandt dat. Nou, dit, ik deed het nu zo aan de batterij. Maar het nog mooier is, als je hetzelfde dingetje, maar hier zit er geen batterij in nu, aansluit op onze flash ignition. Dan sluit je dit aan. Zo, 1, 2, boom. En dat is het. En je zet het neer ergens, zet het kastje aan, controlelampjes zitten erop. Dit stop je in een bakje waar je onbrandbare spullen in zitten. Afstandsbedieningje. En je drukt op de knop en hetgeen wat je wil ontsteken, ontsteekt. Super. Nou, we kregen heel vaak de vraag van mensen, nou, ik wil een tweede kastje kopen en ik wil meerdere dingen ontsteken. Dat kan. We hebben, je kunt twee kastjes kopen. Maar wat hebben we nou gedaan? We hebben een set van twee. Laat even zien. Gaan we midden boven de mat, dan ruim ik dit even op. Even kijken. Ik berg dit even op, want de enkele versie kost overigens €49. Je krijgt er 3 ontstekingen bij om te testen. Losse ontstekingen kosten uit mijn hoofd even €1,50. En nagelang je er meer afneemt, wordt de prijs van die dingen veel lager. Dus, het is gewoon eigenlijk precies hetzelfde. Hier gaat het draadje erin. Ja, het is een 2.0 versie ook, met antennes zelfs erop, voor hier nog een beetje ontvangst. En hier hetzelfde, knopjes en nieuwe. Ja. En daarna. Nou, mooi is deze hebben kanaal 1, kanaal 2. Dus je kan kanaal, of het is AB, dus A gaat D af, B gaat die af.
Maar je kunt ze met een naaldje ook peren met de afstandsbediening. Dus als je zegt ik wil ze allebei op A, dan kun je, dat staat ik in de gebruikswijze. Dan gaan ze wel nog tegelijk. Ja, dan kun je op A drukken, gaan er twee tegelijk. Af. Dan kun je per keer kun je dat in principe aanpassen. Je sluit je ook gewoon je kabeltjes op aan. Je hebt een antennetje voor ontvangst eventueel als je dat wil. Dat zijn vette gadgets eigenlijk. Dit is dan de dubbele versie. De dubbele versie kost 79. Met een mooi opbergkoffertje en ontstekingen erbij en alles. En de enkele versie die kost 49. Ze zijn wel hele coole dingetjes. Deze versie nu de nieuwste, de dubbele. Maar absoluut de moeite waard als je daarmee wil experimenteren. Ook mooi in te bouwen in weet ik welke illusie waar ergens een bron moet zijn waar een flashcoord of zo gaat ontsteken. Dus als je dit bestelt, misschien ook slim om even flespapier erbij te bestellen. Ja, flespapier of flashwater. Ligt er wat je doet. Want alleen dit maakt alleen het vlammetje inderdaad. En wat daarna een brand gestoken moet worden, dat moet je zelf even bepalen. Ja, ja. De flash ignition. Ik heb hier nog twee munten. Twee Chinese munten. Ik leg ze op mijn hand. Een rode Chinese munt en een zwarte Chinese munt. Een soort puzzel. Als ik de zwarte munt eruit haal, wat hou ik dan over? De rode. Dat zou je zeggen. Die is er inderdaad, de rode is er inderdaad nog, maar ook nog steeds de zwarte. Dat is op zich vreemd, want als ik nu de rode eruit haal, dus ik pak de rode munt zeg maar, pak ik weg, deze. Wat blijft er dan over? De zwarte. Ja, dat zou je zeggen, maar dan blijft weer opnieuw de zwarte en de rode over. Dat is op zich bijzonder. Dat betekent, als ik de zwarte er niet uithaal, zeg maar, zo, dan blijft over. De rode. Ja, inderdaad. De rode en de zwarte blijven. Ongelooflijk. Dat is ongelooflijk, hè? Oh. Ik haal er nog eentje uit. Rode, zie. Wat blijft er over? De zwarte. Nee, helemaal niks meer. Is de Hopping Half Chinese Coins. Kost 35 euro. 35 euro. Prima gemaakt. Ja, super truc. Super makkelijk, zelfwerkend. Kom met de video. Ja, met de online video instructie. Ja, super makkelijk. Veel meer kun je er niet over vertellen. Ja, behalve dat met hetgeen wat je krijgt, als je creatief bent, kun je nog meer daarmee. Kun je meerdere trucs daarmee doen. Maar dit is in principe de standaard routine zoals hij is. Hopping half with Chinese coins voor 35 euro. Dan heb ik hier nog. Oh. Sucker Punch, zeg ik het goed? Mooi setje, hebben we heel even op moeten wachten, maar hij is er uiteindelijk. 3 maanden maar of zo. Het mooiste is, je krijgt een aantal munten, of fiches zou ik maar zeggen. Eigenlijk moeten we er niet te veel over vertellen, maar dit zijn de gewone fiches. Ja, we willen wel even laten zien wat erbij zit, dat je zelf weet wat de mogelijkheden zijn. Dan gaan we een stapje verder. Dit zijn iets anders dan gewone fiches. Hier kun je dus munten mee laten. Ik kun je niet of nou te veel op laten zien, maar daar kun je dus leuke effecten mee doen. Ja. En hier hebben wij de shells. Heel mooi gemaakt. Ja. We hebben een double-sided shell. Ja. Klaar. Dus we hebben een rode en een blauwe double-sided shell. We hebben 4 gewone blauwe fiches. Ja. 4 gewone rode fiches. En twee super dunne magnetische muntjes die eruit zien als één, zeg maar. Dat is het idee eigenlijk, toch? Ja, wat ik gezien heb, je kunt er... Ja, ik heb er niet verder mee gespeeld, maar even kijken of ik het goed hoor. Klein momentje. In principe zou je dus de munt kunnen laten zien. Ja. Rood-blauw. Ja. En dan kun je ze in principe visueel laten. Super visueel. Ja, dat is bijvoorbeeld. Nou, dat is inderdaad dat is een mogelijkheid ermee. Je leert heel veel routines. Ik weet niet hoeveel dat er waren, maar heel veel. Ja, in ieder geval een glas. Of een glas op tafel ook zijn. Een munt op tafel. Volgens mij ook een muntenproductie. Ja, in ieder geval heel veel. Ja, je kunt er dus alles mee wat je met onze coins across sets kunt. Dus coins across. Je kunt er, nou ik kom weer terug op de triad coins, want Joshua Jay zou ermee kunnen doen met de set. Allerlei mogelijkheden heb je ermee. Want je hebt zoveel in één set. Wat is het voordeel van fiches, vind ik. Kijk, zeker als jij met een copper silvermunt bijvoorbeeld werkt. Messing of koper en zilver is niet heel
contrasterend, vind ik. Met licht erop. Zeg, mm-hmm. Heb je een zilveren koper? Is het koper? Ja, dat is koper. Dat is de brons. En nu zit ik heb rood en blauw. Bam. Klaar. Niet meer discussiëren. Rood en blauw. Dus heel duidelijk. Plus, pokerfiches zijn herkenbaar. Poker is altijd populair. Het zijn geen echte pokerfiches, maar dat maakt ook niet uit. Ze zien eruit als echte pokerfiches, maar voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. Want deze set kost... Ja, die kost volgens mij iets in de 50... 52. 75. Kijk, helemaal goed. Ja, voor alles, dit bij elkaar. Nou, als je die losse trucs anders kopen die je daar mee kan doen, dan denk ik dat je gewoon serieus een paar honderd euro zet. Als je nog niet overtuigd bent, dan wil ik je vragen om even de trailer te bekijken op de website. Ja. Want dan, dan ben je verkocht, denk ik. Ja, daar vind ik van overtuigd. Want het is zo goed allemaal. Dan, en het leuke, nou ja, leuke. We kregen vorige week een heleboel binnen. Op dit moment hebben we er nog 2 of 3. We hebben gezien dat ze in Amerika wederom nog niet leverbaar zijn. Dus dit is maar de vraag wanneer ze weer komen. Nou, mocht je nu naar de website gaan en ze staan er niet meer op. Nou, weet je wat, dan zet ik erbij dat ze op zijn en dat je ze wel kunt reserveren. Mm-hmm. Maar dan weet je hoe dat kan. En dat er gewoon, het is een product wat heel moeilijk leverbaar is. En het heeft puur te maken met een zeer grote populariteit. Sucker Punch. Ja. Ik zou jou willen vragen, Leon. Om uit dit spel kaarten. Zometeen een kaart te kiezen. Wacht even. Ja, schudden we de kaart een beetje door elkaar. Kan ook nog. Zo. Goed idee. René, misschien een idee voor jou. We hebben een DVD over kaartscanning. Ja, maar dat is ook niet te fan. Hè. Ik kan wel fan, dat op zich geen probleem. Nog een keertje zo. Pak ergens een willekeurige kaart waar jij zelf wil. Ja. Die? Ja. Oké. Okay. Je mag hem aan iedereen thuis laten zien. Een stukje touw. Lekker belangrijk. En een papieren zak. Dan komt het leuke. Oh ja, je mag trouwens de kaart ergens terugstoppen in de kaartspel. Waarom wil iedereen altijd mijn trucs verpesten? Al die kaarten zo, gaan terug. Dit doe ik omdat het dan ook echt eerlijk is. Hè? Ja. We hebben niks afgesproken. Dat ik de truc niet kan afmaken, zeg maar. Alle kaarten gaan in de zak. Zo. We nemen het touw. En het touw gaat in de zak. En we vragen aan het touw. Touw, zoek de kaart. Ik weet dat het belachelijk uitziet. Maar, jij zou niet geloven. Welke kaart heb jij gekozen? Ik heb een ruiter koning. De ruitenkoning. Da-da-da-da. Compleet om de kaart heen geknoopt. De ruitenkoning. Dit is de card on rope trick. Zal ik de kaart er ook even uithalen. Want iedereen denkt natuurlijk die allemaal wacht eens even. Wat is er met die hele zak aan de hand? Helemaal niks. Die zak is helemaal empty, leeg. Ongeprepareerd ook. Helemaal leeg. Ligt in de hand verder. Wat je krijgt is een kaartspel. Het speciale touw. En in papieren zakken en een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Ik zal het even laten zien. Spelkaart. Het ziet, ja, helemaal compleet. Met alles erbij. 27,50. Super makkelijk. Super gemakkelijk. Volgens mij. Hebben we alles gehad? Hebben we alles gehad? Oh, ga je wel eens naar de film? Bijna alles. Ga je wel eens naar de film? Niet vaak, maar. Niet vaak. Ik verzamel filmkaartjes. Ik zal laten zien. Oh, weet je wat? Misschien, ik verzamel ook handtekeningen van bekende mensen. Mag ik je handtekening? Ja, mag je even je handtekening op de cd zetten? Nou, zo bekend ben ik niet, maar... Nou, je zit al die updates, zit je. Veel updates. Super. Dan doe je even hierin. Zo. En dan word ik hem even zonder om hem kwijt te raken, namelijk. Dit is echt... Mijn handtekening. Ja, ik kan hem uitwerken, moet even uitkijken. Oké. We maken deze even dicht. Dit is namelijk een DVD-doosje. En met dat DVD iets grappigs doen. Ik heb hier namelijk allerlei filmkaartjes. Allerlei films, Titanic, Sky, wat ik ook nog, Toy Story, Star Wars, Fight Club, Matrix, Kill Bill, van alles en nog wat. Ik zou jou willen vragen om gewoon één van die kaartjes te pakken. Pak er eentje ergens waar je zelf wil. Laat er nog niemand zien verder waar je zelf wil. Die? Oké. Okay. Ja? Ja. Eentje. Okay. Even laten zien.
Oh ja, laat het toch zien. Ik zei het niet, laat zien ook, maar oké. Okay. Laat het zien. Okay. Nee, zie je. Heb je de mensen hebben niks gezien. Oké. Okay. Welke film had jij zo net gekozen? Ik kan niks meer verwisselen. Kill Bill. Kill Bill, echt? Dat wist ik. Want het is natuurlijk mooi, een cd. Maar die cd die ik hier heb, is namelijk de cd of de dvd van niemand minder dan Kill Bill. Je mag hem zelfs checken. Want heel veel mensen zeggen, ja, het is leuk en aardig, maar het is niet echt heel eerlijk, zeg maar. Ja, dat is hem. Dat is hem, hè? Ja. Maar als die af doet, doe de dvd maar even terugrennen als je wil. Kijk. Wat het mooie is, kijk. Alleen zijn schijfje, als je het doosje dichtmaakt, dan kun je het nooit meer terugvinden. Je zegt, waar is mijn Kill Bill DVD? Ja, weet ik niet, die zit ergens in een zwart doosje. Daarom bewaar ik namelijk al mijn films en DVD's en doosjes die ook compleet bedrukt zijn. Dat is natuurlijk wel ook logischer, toch? Dit is The Movie. Mooi. Helemaal perfect uitgevoerd, maar voor het idee wel oké. Okay. De DVD, ik weet niet of ik het heb gedaan, maar het schijfje kun je gewoon aan allebei de kanten tonen van tevoren. Ja, en de toeschouwer mag het ook uit. Mag het ook uithalen, maar ik weet niet of het van de cd van de dvd. Duidelijk heb ik het aan allebei de kanten. Maar je kan hem gewoon laten zien dat hij helemaal clean is. Voordat je hem laat signeren, zeg maar. Ja, de movie kost €59. Helemaal compleet, zal ik laten zien. En het doosje met alles erbij. Binnenkort verkrijgbaar refills. Dan, nu is het bijvoorbeeld Kill Bill. Maar het is natuurlijk ook leuk als mensen Star Wars kiezen, dan wordt het Star Wars. Als mensen Godfather kiezen, dan wordt het Godfather. Enzovoort. Titanic. Enzovoort. Ja, 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 ja. Ik denk dat we er zijn. Heel even. Oh. 29 januari. 29 januari, ja. 29 januari. Een hele belangrijke dag. Dan dat zijn is namelijk in de dag voor... Gekke maandag in Velden. Voor 30 jaar. Carnaval! Okay. Oh, dat bedoel je niet. Oh, 29 januari staan wij met een standje in Rotterdam bij het nieuwjaarstreffen. Kijk. Meer informatie erover kun je even kijken op de nieuwjaarstreffen 2017 van de NMU. Ik denk dat je op de pagina best kunt kijken. Infomagie.nl, NMU.nl, daar kun je het allemaal vinden. Ja, ik ben even denken, moeten we spullen voor je meenemen? Laat het even weten. Ja, ik kijk nu heel raar, dat weet ik. Maar het heeft even te maken met... Paul Gordon, die kwam er, dat weet ik uit mijn hoofd. Ja, volgens mij was er ook nog... Ja, we hebben dit even niet voorbereid. Paul Gordon is er en nog veel meer. Leon is er ook met de stand samen met Westwall die dag. Ik ben er zelf niet aanwezig. Ja, superleuk. En in februari gaan we ook weer naar de... Wilselen, de tweedehandsbeurs, daar komen we op de volgende dingen nog op terug. Zijn we ook met een hele grote stand. Ook leuk daar altijd. Ja, dus mocht je voor Rotterdam of voor Leuven dan, of Wilselen, die tijd dingetjes hebben dat je zegt, goh, kunnen jullie die even meebrengen? Want ja, we kunnen niet, of nee, we kunnen niet alles meebrengen, dus we brengen dat graag extra voor je mee. Want we maken altijd een keuze. Dan kan dat natuurlijk. Voor de rest... Ja, 30 januari. Gekke maandag, toch? Gekke maandag in Velden. Ja, even... Denk je, wat hebben we daaraan? Nou, we zijn ik heb volgens mij verteld elk jaar. We zijn de eerste elk jaar die carnaval vieren. En volgens traditie is dat hier op 30 januari. En dan trek je de praalwagens door het dorp. En dan ben ik niet in deze winkel in ieder geval. Maar maandag zijn we ook dicht. Dus ja, feesten. En dan doe ik carnaval, doe het nog eens gewoon even over. Ik denk... Dat was hem, denk ik. Dat we genoeg gekletst hebben. We gaan de boel aan elkaar, of aan elkaar een beetje monteren en voorzien we ondertitels. En dan komt die online vrijdag. Tot de volgende! Tot de volgende keer! Hoi! Hoi.